na próxima Jornada Mundial da Juventude, e 16 em Cracóvia. Ja, het zijn voor u de eerste wereldjongerendagen als aartsbisschop. Ja, ja. Het zijn niet de eerste wereldjongeren. Nee, maar als aartsbisschop. Ja, ja. Wat betekent dat voor u? Beleef je dat nu anders als aartsbisschop? Niet helemaal anders, hè. Ik heb het, maar natuurlijk, je moet meer... ja, als aartsbisschop moet je meer het woord nemen, hè. Het wordt van u gisteren hebben de ontmoeting gehad met de Belgen. Dat de aartsbisschop moet iets zeggen. Voor je zo mee, dan moest je niet altijd het woord nemen, maar nu. Maar goed, de andere bisschoppen zijn hier ook, we verdelen een beetje het werk. Ik heb nu de catechese gegeven, maar ik moest ze niet allemaal geven. Hè. Wat is volgens u het belang van de Wereldjongerendagen? Want het is natuurlijk al een periode dat dat meegaat, maar in de moeilijke tijd toch wel van vandaag, wat denkt u dat de Wereldjongerendagen kan betekenen? Maar ik denk dat het verschillende redenen, maar wat het allereerst belangrijk is, dat jongeren elkaar ontmoeten. Ik denk dat dat een enorme belangrijke zaak is, niet alleen voor een geloof zelf, maar ook voor, we leven toch in een samenleving die, waar het grote nadruk wordt gelegd op openheid, ook op andere culturen, niet alleen in zijn eigen huisje opgesloten, contact hebben met anderen, dus wereldwijd, want jongeren daar, ze komen eigenlijk toch van overal, hè, van overal. Hè. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dus jongeren dat ze elkaar zien, om het geloof te voeden. Want ik denk dat binnen tijd leven als geen geloof. Ik kan me dat voorstellen dat iemand die met zijn geloof niets doet, dat die tegen vraagt wat betekent dat? Ja, heeft wel gelijk, dat betekent nog niets voor hem. Nee. Ja, dat heeft niet. En er is veel onwetendheid en veel... Dus ik denk dat jongeren die naar de Wereldjongerendagen komen, dat zijn jongeren, ik zou zeggen, die op zoek zijn. Ze hebben het misschien ook niet allemaal gevonden, hè, maar die toch echt op zoek zijn, die met hun geloof iets willen doen of en die zich de vraag en met hun leven. Wat is het project van God met de jongeren, denkt u? Ja. De jongeren is altijd een beetje de toekomst van morgen. Hè. Ik denk niet dat hij een iets speciaal project heeft met de jongeren als zodanig, omdat ze jong zijn. Hè. God heeft zijn project met elke mens. Hè. Ik vind dat ook soms in de kerk, zeggen ze, de jongeren, ja akkoord, maar oude mensen zijn ook mensen. Hè. Dat is niet stilletjes aan. Maar voor de jongeren is het dubbel belangrijk. Zijn project met jongeren, omdat zij wat garant staan voor de toekomst. Hè. En omdat zij ook, een jonge mens is ook vatbaar voor vernieuwing. Hoe ouder je wordt, hoe meer je in het vaste patroon, ja, je hebt op een bepaald moment je weg gevonden en gekozen. Een jongere is, ik heb het al gezegd daar straks, het geloof maakt mij open. Dat geldt voor mij ook nog, ik ben 69 jaar. Maar ik denk dat die openheid voor een jongere nog meer voor de hand ligt. Een jongere is echt open. Bestaat het gevaar niet dat we door die openheid en die confrontatie nu met zinloos geweld, dat we tegen die grenzen gaan aanbotsen van die openheid, denkt u? Kijk, de twee moet je altijd samenhouden. Ik zei het daarnet ook in de catechese. Hoe dieper je doordringt in het geloof, dus in je eigen identiteit, hoe opener je wordt. Het is niet zo dat je moet een beetje open zijn, maar aan de andere kant moet je opletten dat het toch niet ten koste gaat van je identiteit. Het is, ik denk niet dat het zo is. Het kan zo zijn, maar dan functioneert het niet goed, denk ik. Maar hoe dieper je doordringt in je eigen identiteit, in je geloof, hoe meer het je open maakt. Die twee zijn niet tegengesteld. Je kunt maar in dialoog gaan met iemand anders vanuit een eigen identiteit. Hè. Je kunt niet, als ik zeg, we gaan ons niet te ver riskeren, we blijven op neutraal terrein, dan is er geen ontmoeting. Hè. Ja, dan zijn we het roerend eens over ongeveer niets. Hè. Mm. Of zo over een algemene, ja, dat is zo. Maar daar is geen ontmoeting. Hè. Ja. Maar het is vanuit mijn overtuiging dat ik de andere ontmoet in respect. En dan wordt zo'n ontmoeting een bron van rijkdom. Als de WED nu zo'n paar dagen vorderen, heeft u eigenlijk een boodschap, niet alleen voor de Vlaamse jongeren, maar voor alle jongeren misschien die
deelnemen aan de wereldjongerendagen? Mijn boodschap is dubbel. Hè. Ik heb het ook gisteren gezegd aan de ontmoeting met de Belgen. Mijn boodschap is altijd dubbel. Dat is ten eerste dat ik ervan overtuigd ben. Hè. Niet alleen omwille van mijn hand, hè, maar ook uit persoonlijke uit overtuiging. Dat het geloof iets heel moois is. Ja. En dat het een mens mooi kan maken. Het leven mooi kan maken. Daarom niet verlost van alle miserie. Hè. Dat is niet... je krijgt als geloven al dikwijls miserie bij. Hè. Ja, dat is niet de oplossing van alle problemen. Hè. Dat is ook zo'n goedkope... Maar dat het rijker maakt, schoner. Hè. Gelukkiger ook. Hè. Niet in de oppervlakkige zin van het woord, dat het perspectief geeft aan het leven. Hè. En dat vind ik heel belangrijk voor jonge mensen, precies in onze samenleving, waar toch vele mensen op zoek zijn naar wat houvast. En ik zeg niet dat iedereen het in het evangelie zal vinden vandaag. Dat is niet zo. Hè. Moet je niet dromen zo, hè, in een fantasiewereld leven. Maar dat het evangelie jongeren kan aanspreken, dat is een feit. Jongeren zijn er daar. Dat is een teken daarvan. Hè. En dat wat mag, vind dat heel belangrijk voor de toekomst van morgen. Hè. Dat het christendom hier niet in West-Europa als een soort curiositeit overblijft. Hè. Of als een soort museum nog. Hè. Maar dat het een levende traditie is, hè, waar mensen nog echt aan participeren. Hè. En ten tweede, dat is mijn dubbele boodschap, de tweede voor de jongeren ook. Het moet u, dat is een toetssteen voor het geloof, hè, voor mij, voor de authenticiteit van het geloof. Dat het u niet alleen meer mens maakt, maar ook meer medemensen. Als dat niet is, als het u vijand maakt van de mensen, of van sommige mensen, dan kent het grote gebod van Jezus. Als je alleen je goeder voedt, als je alleen goed zit omdat er aan anderen voor je goed zit, als je alleen goed zit voor je vrienden, ja, dat is wel normaal. Dat doet iedereen, zegt hij. Het is een... Maar dus voor mij gaat het altijd de twee samen. De religieuze boodschap en de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alle twee. Er is niet het een zonder het ander. Want anders komt de authenticiteit van een van beiden voor een christen in vraag te staan.